ik ben een natuurlijk mens zijnde, ben ik aan het eind bijna van mijn leven. Dat bedoel wij begrepen als mens. En ik heb in de laatste tijden veel gelezen in de kranten, in de televisie en overal. Zodat iedereen weet wat mijn streven is. En de streven zal blijven, de cultuur die ik achter zal laten, is dat het nooit moet teruggaan wat wij reeds verlaten hebben. Wat we verlaten hebben, dat wij hier in dit land niet met elkander in onvrede moeten leven. Want daar betekent dat u alle energie die u van onze lieve Heer hebt gehad, die bent u bezig dat te verzwanselen. En in plaats van de goede eigenschap die u heeft, die weet u niet op de juiste wijze te gebruiken. Ik wil er thans over te gaan om te vertellen wat ik allemaal in mijn leven heb gedaan. Ik ben alleen hier om u dankbaar te zijn. Om in deze grote getale hier aanwezig te zijn, waar het ik moet constateren dat ik iets, zeer zeker iets moet hebben bijgedragen in mijn leven. En dat ik mijn energie wat ik heb gehad, dat ik niet heb verkwanseld. Wij leven in een land waarin we alleen in vrede kunnen leven wanneer we elkander als broeders en zusters zouden willen erkennen en als zodanig moeten leven. Als ik mijn ogen zal sluiten, dan zal ik in de overtuigingen heen gaan dat ik mijn taak heb volbracht waarvoor ik geboren was en in mijn leven. Ik heb verschillende slagen gehad. Ik heb verschillende slagen gehad. Ik heb het overwonnen door verdraagzaamheid, door te buigen mijn hemd, te buigen als de riet. Wanneer de storm over mij kwam, ging ik liggen en wacht dat de storm verdwenen was om weer op te staan en weer opnieuw te beginnen. We hebben het weer gedaan. Ik kan u alleen zeggen dat ik u alle en de grote getale waarin u gekomen bent met de hoogste mensen van het land hier, de president en al onze vrienden, kan ik alleen zeggen dat ik u al dankbaar ben. Dat ik wat wij gelezen hebben de laatste tijd alleen in de pers, hoef ik niet meer te herhalen. U weet waarvoor wij gestreden hebben. En we zijn vandaag op een punt gekomen dat wij onze lieve Heer moeten smeken. Dat wie ook van ons zou mogen heen gaan. Dat allen die achtergebleven zijn, onze sterren die we gevormd hebben, dat we geproduceerd hebben, dat niet vernietigd gaat. En als dat in leven gehouden zal worden, dan zal ik u daar dankbaar zijn. Dames en heren, president, u weet dat u veel slagen gaat, inderdaad. Soms hebt u mij niet begrepen, soms heb ik u niet begrepen. Maar ik zeg het u, dat we nu elkander wel begrepen waar we naartoe gaan. Laten wij heel hoop zijn en laten wij verwachten dat ook naar mij heen gaan, u ook in mijn partij de terug zult vinden in datgene wat u in mij gevonden hebt, die het waar gemaakt heeft dat u met mij vandaag, dat we met mijn partij zo vriendelijk met elkander samenwerken. Laten wij trachten te behouden in de verwachting dat in Suriname wij niet zullen mogen leven als straks er zo na gebeurd is in Amerika en andere landen. Waar men om de kleur en om de godsdienst elkander vermoorden en bevochten en bestrijden. Als dat was wat er behoort te blijven, dan hebben wij in onze leven door zeker veel gedaan. U mag van mij geloven, ik ben aan het eind. Ik zie het eind aan komen. Ik ben een natuurmens. Ik kan niet tegen de natuur gaan. Maar ik wil u allen die hier aanwezig zijn, en mijn vrienden en mijn vijanden, die allemaal misschien ook hier zouden zijn en niet zijn, en hem zou de boodschap willen geven. Laten wij de wereld tonen
een klein land Suriname met een kleinstaat bevolking met elkander kunnen samenleven en niet met elkander krachten te slachten en te vormen. Dames en heren, ik wil hiermee mijn toespraak sluiten door u allen dank te zeggen. U kunt niet denken hoe gevoelig ik ben op het ogenblik dat u zoveel gevolg hebt gegeven om met uw aanwezigheid hiermee te eren. Ik ben u dankbaar. Dames en heren, ik sluit mijn betoog met bedanking aan u te zeggen dat u hier gekomen bent mij te verrassen om mij te laten begrijpen wat ik gedaan heb is goed. En ik wil u allen verzoeken, mijn leden en alle mensen in de Suriname, één ding vragen. Vrede, vrede. En vrede kunnen we alleen bereiken wanneer wij elkander als broeders en zusters willen herkennen. En geloof ik, alleen op die wijze hier in Suriname wij vrede en goed zouden kunnen leven. Ik dank u allen dat u hier aanwezig zijn geweest. President, ik ben u dankbaar. Wij hebben elkander zeer op het ogenblik zeer goed begrepen. Sommigen begrijpen niet dat ik heb toegegeven en u hebt toegegeven. Maar alleen door toegeven en praten, wij elke probleem kunnen oplossen. Elk slechtveld, daar wordt geen enkele beslissing genomen. Dat slechtveld latende gaan wij altijd aan de tafel zitten om de zaak te bespreken. En zo hebben wij alles gedaan. U allen dankbaar voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Alles wat u naar mij gezien hebt. En u hebt nou te constateren dat ik niets anders heb verwacht in mijn leven. Dat wij Suriname zijnde, wij het land als ons moederland gebruiken en daarin wij alleen met vrede met elkaar kunnen leven. Ik zal u alle dankbaar zijn, ook wanneer we ook zal hebben gesloten. Ik weet niet wat ik gelovig blijf, maar ik weet dat ik moet heen gaan. Maar als ik ook heb gesloten, dan zal ik ook denken dat wij in Suriname, niet alleen ik, want ik alleen zou dit hebben gedaan, als anderen niet zouden hebben medegewerkt, zouden we het nooit hebben bereikt. Ik ben u dan dankbaar